KLM TV, vijfde aflevering, jaargang 1990. Met 17 mei, 70 jaar geleden, de eerste KLM-vlucht van Londen naar Amsterdam. Betere voorlichting over gevaarlijke stoffen. De eerste ervaringen met product jaren 90. Quality Team zorgt voor fantastische besparing op administratie. En meer nieuws, feiten en achtergronden vanuit de studio door Mark Blaise. Welkom dames en heren bij de vijfde aflevering van KLM TV van dit jaar. Op 19 april hield de KLM een belangrijke persconferentie. De vernieuwingen onder de naam Product Jaren 90 werden toen bekendgemaakt. En nog dezelfde week verscheen de eerste advertentie van de nieuwe campagne in de kranten. Waarop is KLM's nieuwe Europese business class gestoeld? Ruimte. Veel ruimte. Later in deze aflevering meer over de eerste praktijkervaring met Product Jaren 90. Een ander onderdeel van de totale KLM-strategie om uit te groeien tot een wereldwijde servicemaatschappij is de aanpassing van de organisatie. Op 24 april heeft de ondernemingsraad een positief advies uitgebracht over het aangepaste voorstel van de KLM-directie. Dat wil zeggen dat de nieuwe organisatie vanaf 1 juli aanstaande er als volgt uit gaat zien. Er komen drie divisies. Ten eerste de divisie Passenger Sales en Service. Daar zitten onder meer de stationsdiensten bij, de catering, passagemarketing en de gebiedsleiding. Dan de divisie Operations. Daarbij horen bijvoorbeeld de technische dienst, het cabinepersoneel en het cockpitpersoneel. En tot slot, als derde, de divisie Vracht. Daarin zijn de huidige activiteiten van vracht en de vrachtaspecten van de vestigingen samengebracht. En dan nu onze eerste reportage. Daarvoor gaan we terug in de geschiedenis. Want op 17 mei is het precies 70 jaar geleden dat de eerste lijnvlucht van de KLM werd uitgevoerd. Dat was een vlucht van Londen naar Schiphol. Dus niet andersom, zoals je zou verwachten, startend vanuit Nederland. Nee, het is allemaal begonnen op het vliegveld van Croydon. De aankomst van de in Engeland gehuurde de Havilland 16 op Schiphol. Een wat broosogend tweedekkertje hobbelt over een weiland. Aan boord twee heldhaftige passagiers, Engelse journalisten. Ze brachten de Engelse kranten van die dag mee en een gelukwens van de burgemeester van Londen aan zijn Amsterdamse collega. Dat was burgemeester Van Tellegen, die samen met wethouder De Vlucht op het toen nog militaire vliegveld Schiphol de Havilland opwachtte. Natuurlijk was ook KLM-directeur Albert Plesman daar. Hier begroet hij de piloot Jerry Shaw. Vliegtuigbouwer Anthony Fokker pakt in jolige stemming de kranten uit en zou even later zijn eerste vliegtuig, een F2, aan Plesman verkopen. Schiphol, daar begon het. Een wat drassig weilandje met 6 loodsjes waarvan de laatste voor de KLM was. De Havilland, zeg maar op het platform ervoor. 70 jaar geleden. Nu is er niets meer van terug te zien. Alles is onherkenbaar veranderd. De KLM en Schiphol. Maar de precieze plaats waar dat eerste toestel stond geparkeerd bestaat natuurlijk nog wel. Het is hier, bij deze fietsenstalling op Schiphol Oost. Jan Willem de Wijn van de luchthaven Schiphol zocht het allemaal haarfijn uit. Hoe weet u nou zo zeker dat uitgerekend op deze plaats die DH-16 tot stilstand kwam? Nou, er zijn foto's van de aankomst van het eerste vliegtuig in 1920. Er is ook veel materiaal van die aankomst. En als je dus kijkt naar het materiaal, je ziet de 6 loodsjes die hier achteraf stonden vanaf 1916. Je kijkt naar de plaats van dat toestel ten opzichte van de loodsjes. En je projecteert dat vervolgens op een topografische kaart uit 1920. Je doet dan vervolgens een projectie van die topografische kaart uit 1920 op de huidige kaart. Dan weet je dus waar het toestel moet hebben gestaan. En er zal iets speciaals gebeuren met deze plaatsen? Ja, de bedoeling is dat op 17 mei, dus exact 70 jaar na dato, de directie van de luchthaven Schiphol aan de directie van de KLM een silhouet, dus een schildering aanbrengt of aanbiedt van dat vliegtuig en dat op ware grootte. Dus hier dus? Ja. Als je dus kijkt, op deze plek ongeveer, hij stond dus met zijn neus die kant op. Toestel had een lengte van 9 meter, een spanwijdte van 13 meter. Dus op die afmetingen zal hier een schildering worden aangebracht. De geest van de Havilland 16 en de betrokken pioniers zal hier in het blauw op het beton worden geschilderd. Een herinnering aan die eerste vlucht, bij die allereerste aankomsthal van de KLM op Schiphol. In een tijd waar de KLM-vliegtuigen nog navigeerden op de bootroutes door het kanaal en de spoorlijnen over het land, om via de klippen van Dover het vliegveld van Croydon, Londen te bereiken. Waar het ook niet meer is zoals het was, maar daarover meer in de volgende KLM-TV.
Gevaarlijke stoffen horen niet in de bagage van passagiers. Maar passagiers beseffen niet altijd wat nou eigenlijk gevaarlijke stoffen zijn. Daarom is het nodig daar beter voorlichting over te geven. De IATA heeft het initiatief genomen 1990 uit te roepen als het jaar om dit onderwerp krachtig aan te pakken door middel van voorlichting aan de passagiers. De KLM is een van de eerste maatschappijen die op deze campagne inhaakt en koos daarvoor het motto: veilig vliegen begint thuis. Er kwamen posters bij de reisagenten en deze duidelijke folder voor alle passagiers. En dat het een nuttige campagne is, laat de volgende reportage zien. Miljoenen tassen en koffers passeren jaarlijks de luchthaven Schiphol. Er wordt gecontroleerd, maar toch blijkt regelmatig dat gevaarlijke stoffen in de bagage onopgemerkt blijven. Een vervelende zaak voor elke luchtvaartmaatschappij. Het gaat om de veiligheid. Maar het is ondoenlijk alle bagage tot in details te controleren. Nee, dat kan niet inderdaad. We kunnen niet van iedere passagier verlangen dat hij zijn koffer openmaakt bij check-in. Dat zou te ver gaan. Maar we kunnen natuurlijk wel de passagier door middel van voorlichting erop wijzen dat die spullen niet mee moeten. En als je dan ook de employé die aan de balie zitten daarover inlicht, dan kun je in ieder geval een heel groot gedeelte van die incidenten beperken. En dus die stijgende lijn weer ombuigen. In 1990 moet de passagier duidelijk gemaakt worden dat hij geen gevaarlijke stoffen mee aan boord moet nemen. Een van de middelen daartoe is deze affiche, waarop tal van gevaarlijke stoffen staan afgebeeld. En die gevaarlijke stoffen worden vaker aangetroffen dan u denkt. De jongens die gingen kamperen op IJsland bijvoorbeeld. Dit zat in hun rugzak. Wasbenzine, spiritus, noodzijnmiddelen. Noem maar op. Als je even nadenkt, geen zaken die zomaar in de bagage mogen zitten. Maar kampeerders, duiksporters en vele anderen weten vaak niet eens dat het verboden is. Vandaar voorlichting aan hen en verhoogde waakzaamheid bij de passagemedewerkers. Wij blijven opletten, ja, en dan met name rugzakken en toch vooral blijven kijken. Vaak zie je losse dingen zitten en dan kun je er wat aan doen. Als het zwaar is en ik heb het vermoeden dat er iets engs in zit, dan probeer ik het gezicht uit te vragen. Dus u let daar wel degelijk op? Ja, zeker. Ja. Als ik zelf aan boord zit, hoop ik namelijk dat mijn collega's er ook op gelet hebben. De afgelopen maand werden de eerste verbeteringen en vernieuwingen in het kader van product jaren 90 ingevoerd. Wat die vernieuwingen zoal inhouden, heeft u kunnen zien in de speciale aflevering van KLM TV. Samen maken we het verschil. Maar nu de praktijk. Lukt ook alles meteen wat zo mooi is bedacht of kleven er nog problemen aan? Alleen de praktijk kan het uitwijzen. En die praktijk is nu zo'n maand aan de gang. Het gaat erom van die ervaring te leren. De eerste resultaten zijn heel bemoedigend, zo blijkt uit een recent onderzoek. Maar liefst 96% van de business class passagiers waardeert het nieuwe business class product met goed of zelfs uitstekend. En wat het cabinepersoneel betreft, juist hun opmerkingen zijn bijzonder waardevol. Na elke vlucht waarop men heeft gewerkt met het nieuwe product, kan het cabinepersoneel met alle op- en aanmerkingen terecht in het bemanningencentrum. Pursers en assistant pursers laten hun suggesties vastleggen in het geheugen van de computer. En van die mogelijkheid wordt dankbaar gebruik gemaakt. Want het invoeren van een nieuw product gaat natuurlijk nooit zonder problemen. Maar er hoeft niet alleen tegen computers te worden gepraat. Twee vertegenwoordigers van catering zitten elke dag klaar om de problemen te bespreken. Soms gaat het om eenvoudige misverstanden die zo zijn op te lossen. Maar er zijn ook, zo blijkt nu al, structurele problemen die niet zo 1, 2, 3 de wereld uit zijn. En vlak na een vlucht is natuurlijk het moment om erover te praten. Wij proberen uit de hoeveelheid van opmerkingen en suggesties dat eruit te halen wat meerdere keren voorkomt. Zodat wij daar een structuur in kunnen brengen en zo nodig dingen aan kunnen passen. Ook over de buitenstations, bevoorrading, vieze glazen, noem maar op. Dat soort opmerkingen horen wij ook graag. Want dan kunnen we daadwerkelijk meteen 's middags telexen sturen naar die buitenstations dat er bepaalde dingen niet in orde waren. De suggesties worden overzichtelijk gerangschikt en voor iedereen duidelijk gemaakt. Het cabinepersoneel blijkt vol ideeën te zitten. Deels uit eigen ervaring, soms door opmerkingen van passagiers. Ook de service remarks van die passagiers worden bestudeerd. Maar het cabinepersoneel blijkt het prettig te vinden dat het daar niet bij blijft. En dat er ook naar hen wordt geluisterd.
Nou, dat vinden we uitstekend, want wij doen dat via servicemarkt, dat het daarna veel te laat ergens terechtkomt. Of dat er dan een beetje dan resultaat ziet. En we hebben nu het idee van, nou, we zijn nu ergens mee bezig, er wordt veel gewerkt, er wordt naar geluisterd. En ik heb het idee dat nu veel sneller actie ondernomen kan worden. Dat is een hele goede zaak. Ja. Ik had het maar deze reis echt gehad. En ik zei tegen mijn collega's van, als ik thuis kom, ga ik alles op het nieuws schrijven. Ik ben het nu gelijk kwijt. En ik hoef thuis ook niets meer te doen, want ik weet dat ze nu weer. De hartluchten en oplossingen proberen te vinden blijft permanent mogelijk in dit hoekje in het bemanningencentrum. Werken aan een verbeterd product, aan een betere dienstverlening aan de klant. Daarbij hoort natuurlijk ook het verkorten van wachttijden. Bijvoorbeeld door het inchecken voor de passagier zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo is het sinds vorige maand mogelijk om op het Centraal Station van Rotterdam alvast in te checken aan een speciale KLM-balie. Het is een echte vooruitgeschoven post van Schiphol geworden, want alle formaliteiten worden hier geregeld. Alleen moet de reiziger nog wel zijn eigen koffer meenemen naar Schiphol. Maar voor de rest is hij ook van alle rompslomp af. Het succes van deze nieuwe KLM-dienstverlening is nu al duidelijk. Ik vind het ontzettend leuk omdat we ontzettend enthousiaste mensen hebben en omdat de passagiers ook zo enthousiast zijn. Dus, en we hebben een schitterende locatie natuurlijk. Bij de KLM werken betekent voor heel veel mensen werken op onregelmatige tijden en werken in wisseldiensten. Dat heeft natuurlijk consequenties voor het sociale leven en kan soms ook invloed hebben op je gezondheid. Wat die gevolgen nou precies zijn en hoe die worden ervaren, daar was tot voor kort nog weinig van bekend. Maar vorig jaar juni is men begonnen met een studie daarna. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben ruim 1000 KLM'ers ondervraagd over hun ervaringen met werken op onregelmatige tijden. Dit zogenaamde roosteronderzoek doet de universiteit in opdracht van de KLM en van de werknemersorganisaties voor grondpersoneel. Het doel van het onderzoek is te komen tot een betere en meer uniforme roostermethode. Het onderzoek is op dit moment nog niet afgerond, maar er zijn nu al een paar dingen duidelijk geworden. Zo blijken er bij de KLM maar liefst 300 verschillende roosters te bestaan. 300. Soms hebben die roosters ook erg lange werkweken, 6 tot 8 dagen achter elkaar, zonder daartussen 1 dag vrij. Lastig bij het werken op onregelmatige werktijden blijkt toch wel het indelen van de vrije tijd te zijn, de weekenden en de avonden. Dat komt ook doordat het patroon in de roosters onoverzichtelijk is. Een oplossing wordt dan gezocht in onderling ruilen van diensten en dat gebeurt dan ook heel vaak. Problemen thuis door de onregelmatige werktijden blijken niet zoveel voor te komen. In het gezinsleven kan men er zich kennelijk wel aan aanpassen. Wel blijven er nogal wat klachten over gezondheid als gevolg van het werken in wisseldiensten te bestaan. Het is nog een beetje vroeg om precies te kunnen zeggen wat nu het vervolg zal zijn op dit roosteronderzoek. In elk geval zullen er bij de afdelingen vracht en passage nieuwe proefroosters worden ingevoerd. Er gaat een gezondheidskundig onderzoek bij vracht van start. En de bepaling van de toeslag voor onregelmatig werk zal nader worden bekeken. Meer informatie kunt u binnenkort lezen in de Wolkenrillen. Kwaliteit levert besparingen op, non-kwaliteit kost heel veel geld. Dat is een kernpunt van de kwaliteitsgedachte van de KLM. In 1 keer goed is direct een enorme winst. En hoe waar dat is, bewees een quality team van de dienstadministratie. Bij de KLM-facturenadministratie komen jaarlijks ongeveer 250.000 rekeningen binnen. De meeste daarvan worden probleemloos verwerkt via het geautomatiseerde inkoop- en betalingssysteem. Maar met 1/3 van de rekeningen heeft de KLM-facturenadministratie geen enkele bemoeienis. Het zijn rekeningen van incidentele leveringen en diensten. En het zijn die rekeningen die jaarlijks voor honderdduizenden guldens extra werk zorgen. Het gaat om zo'n 70.000 rekeningen, waarvan er 40.000 rechtstreeks naar de afdelingen gaan en maar al te vaak in een bureau laten verdwijnen zonder betaald te worden. De 30.000 andere zijn rekeningen waarvan niet is na te gaan voor wie ze zijn. Hier toevallig een factuur van Hotel Oorland, bedrag van 1.288 gulden, geadresseerd aan Amstelseweg 55 Amstelveen. Zo'n factuur kunnen wij niet krijgen, we weten niet naar wie die toegestuurd moet worden. En wij bellen dus het hotel op en we vragen dus of ze dus een naam van de opdrachtgever hebben of een telefoonnummer of een adrescode. Ja, meneer, maar die factuur is toch getekend? Nee, dan ziet u dus hier zo een krabbel. Nou, als u weet wie dat is, dan zegt u het maar wij weten het echt niet. Dus zo'n factuur, die gaat weer terug naar de leverancier, wat niet betaald kan worden. Natuurlijk een boze leverancier, helaas.
maar ook helaas voor de KLM. Want die 30.000 rekeningen houden een paar medewerkers dag in dag uit bezig met vaak hopeloos zoekwerk. En elke leverancier is tenslotte een potentiële KLM-klant. Een duidelijk voorbeeld van non-kwaliteit. Een quality team heeft zich over de problemen gebogen en is met een op het eerste gezicht eenvoudige en doeltreffende oplossing gekomen. Waarvan men hoopt dat iedereen er gebruik van gaat maken. We hebben een visitekaartje laten ontwikkelen met de bedoeling dat iedereen die contacten heeft met leveranciers en waarbij de KLM een rekening moet betalen, dit kaartje af te geven waarop het juiste KLM-factuuradres staat met de afdelingscode en de naam van de opdrachtgever. Als deze gegevens aan het leverancier worden doorgegeven, dan komt de factuur op de juiste plaats terecht. Wij kunnen de factuur direct naar de betreffende afdeling sturen. De factuur wordt dan binnen 30 dagen betaalbaar gesteld. We hebben tevreden leveranciers en de KLM is een heel hoop kosten kwijt voor non-kwaliteit. Want op dit moment schat ik dat we zo'n 300.000-400.000 schulden kwijt zijn aan kosten van non-kwaliteit voor het oplossen van problemen. Alle rekeningen naar de facturenadministratie met een duidelijke omschrijving voor wie hij is. Op die manier kan de betaling zoals het hoort, in één keer goed. Er komt een gigantisch groot bouwwerk op Schiphol Oost bij, het grootste van de KLM tot nu toe. En het wordt hangar 14. Op 23 april heeft de heer De Soet daarvoor de eerste paal geslagen. 10 maanden later dan gepland weliswaar. En die vertraging is opgelopen omdat er bij het bommenonderzoek 2 blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden. In 1992 zou het gebouw kunnen worden opgeleverd. Om u even een indruk te geven van de omvang van het complex, het totale grondoppervlak is 16 voetbalvelden groot. Op de begane grond komen 3 baaien. 1 voor het groot onderhoud van de Boeing 747, 1 voor het wassen en 1 voor speciale projecten en groot onderhoud van de Europavloot. En er is natuurlijk rekening gehouden met strengere milieueisen. Waswater en reinigingsstoffen kunnen direct naar het technologisch afvalcentrum dat er vlak naast is. Tot slot nog een aardigheidje. De KLM Vliegreis Cadeaubon. Een nieuw en origineel geschenk dat de afgelopen maand is geïntroduceerd. Er zijn bonnen van 100, 250 en 500 gulden. En de gelukkige ontvanger kan er alle kanten mee uit. Met een KLM ticket of een vakantie met het KLM oor. Voor de KLM Cadeaubon kan men terecht bij elke KLM agent of KLM reiswinkel. En mensen die een mooie reis bij elkaar willen sparen, zullen er zeker gelukkig mee zijn. En daarmee, dames en heren, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van KLM TV. Graag tot de volgende maand.